Morning! De yogaweek begint weer. Ik weet niet of iemand van jullie bekend is met witte salie en het reinigen van je huis daarmee. Maar Saatji was hier met de rook van een aantal lokale planten en boomschorsen en dat soort dingen. Was hij de ruimte aan het reinigen van negatieve energie. Het rook super lekker. Ik weet niet of je erin gelooft, maar het is gewoon wel leuk om te zien. We zijn net klaar met de ochtendsessie. Hebben lekker ontbeten. Ik ga nu heel even terug naar mijn homestay. Ik zie je toch 2 minuutjes vandaan om eventjes video te editen en ja, gewoon even te chillen. Lol, oké, nu voel ik me wel echt opgelicht. Check dit. Er zit gewoon een heel gat in het midden. Wat? Ik dacht dat het gewoon een heel vol ding was. Maar nee. Sorry, maar dit is echt bewuste oplichterij. Kijk nou hoe die dingen gestapeld zijn. Het is niet eens dat er in het midden iets zit of zo. Wat is dit? Oké, het is wel echt de allerlekkerste snack ever. Als je dit thuis kan maken. Trust me. Dit is echt vet lekker. Het is een dadel met een amandel erin. Zo lekker. Ik had het in Maleisië ontdekt. Ik ben onderweg naar de middagsessie. Ik moet zeggen, niet alles is unicorns en rainbows hoor. Ik ben oké-ish lenig. Maar kijk, Luna is gewoon een slangenmens. En Roberto is hier al 40 dagen. Dus op een gegeven moment als hij iets kunnen en ik kan iets niet. Zoals bijvoorbeeld de headstand. Ik kan hem soms en ik kan hem soms niet. Maar het zit allemaal tussen de oren. Dat ik elke keer zo bang ben. En dan word ik vet gefrustreerd van, ik wil het ook kunnen en ik moet het ook kunnen. En dat werkt natuurlijk alleen maar tegen en je moet je gedachten gewoon sowieso uitschakelen. En de leraar die zegt af en toe ook dingen, hij is heel uitgesproken. Ja, waarvan ik gewoon denk van, oké, misschien heb je gelijk, maar ik vind de manier waarop je het zegt, vind ik gewoon niet cool. En dan, ja, ik heb gewoon een grote mond, dus ik zeg er iets van. Terwijl, dit is wel een man die gewoon 5 maanden in een grot heeft gemediteerd en door India heeft rondgelopen. En ja, heeft gewoon niks had en alleen afhankelijk was van wat andere mensen hem gaven. Dat is zeg maar een beetje de weg naar verlichting. Dus dan is het misschien ook niet zo heel cool om... Nou, ik zeg het gewoon heel netjes hoor, daar niet van, maar... Ik worstel daar gewoon soms mee. Nou goed, ik had maar dat de middagsessie wel helemaal lekker loopt. Ik heb echt een mentale beating gekregen. Je wil niet weten. Op een gegeven moment hij zei ze van ja, dutjes zijn echt super slecht om overdag te slapen. Maar toen zei ik ja, maar ik vond dutjes echt heel chill. Als ik dat niet doe, dan ben ik echt een heel chagrijnig persoon. Toen zei hij ja. Je hebt ook echt heel veel lui energie in je. Toen zei ik zo, nou dankjewel. Ik bedoel, ja, wat moet je anders zeggen? Maar toen daarna ging het ook door. Want weet je wat het is? Mensen die dus zeg maar zo spiritueel ontwikkeld zijn zoals hij, die kunnen dus gedachten lezen. No joke. Elke keer bijvoorbeeld, ik kijk naar horloge, hij haalt het horloge weg. Ik denk aan iets, hij gaat iets daarover vertellen. Het is echt, ik vind het niet eng of zo, maar ik weet gewoon dat het er is. En je moet je maar overgeven en overgeven dat het echt zo is. Nou, ik heb me toch een mentale oplawaai gekregen. Kijk dit. Wauw. Secondes vroeger kon ze dus naar haar voeten toe lopen. Ze heeft dus ook in een circus gewerkt. Kijk hoe awesome. Super vet. Ik ben dus maar gewoon de asana's gaan doen en toen was ik ook op een gegeven moment weer vrolijk, want er wordt je dus geleerd, niemand anders kan jouw mind, dus jouw hoofd of jouw bewustzijn beïnvloeden behalve jijzelf. Dus op het moment dat je kwaad op iemand bent of van streek of iets, ben je eigenlijk kwaad op jezelf,
Want het zijn jouw emoties. Het klinkt een beetje vreemd. Ik zal kijken of ik het nog een keer goed kan uitleggen. Maar dat even in het kort. Dus ik dacht, ja, later. Ik ga gewoon die asanas doen. En toen op een gegeven moment was ik weer helemaal vrolijk. La 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 la. Met Luna aan het lachen en zo. En toen kwam Saji dus naar me toe. Toen zei hij zo van, begreep je die theorie wel allemaal? Want je was zo stil. Je stelde geen vragen meer. En ik dacht echt, nee, gewoon laat maar. Dus ik zei, ja hoor, ik begreep het wel. En ik dacht echt zo van, ik vond het echt heel stom, maar dat ga ik natuurlijk niet zeggen. Aan het einde van de les zei hij van, binnenkort gaan jullie dus echt zelf een yoga les geven. En dan is het allemaal in je eigen handen. Dus ik vroeg van, oké, wanneer krijgen we dan de hoe zeg je dat? De anatomie van het lichaam. Dat vind ik gewoon super interessant. Ik ben gewoon benieuwd wanneer we dat krijgen. Dus hij zei van, maakt niet uit wanneer je dat krijgt. Het is niet van belang, bla bla. Dus ik zo van, ja maar, als ik een, weet je, ik stel niet zomaar een vraag. Ik ben gewoon geïnteresseerd. Dus als je wil dat ik geen vragen meer stel, dat kan ook. Dan moet je dat maar gewoon zeggen. Ik ben best wel direct wat dat betreft. En toen zei hij zo van, nee, weet je, als je gewoon goed oplet en gewoon kijk naar wat ik allemaal aan het uitleggen ben, dan hoef je helemaal geen vragen te stellen zoals dat. Lala, eigenlijk komt er gewoon op neer. Stel gewoon alsjeblieft geen domme vragen meer. Dus ik was eigenlijk wel weer, dat ik echt dacht gewoon, daarna heb ik wel gelukkig een heel goed gesprek gehad met Roberto. Die legde het ook aan me uit. Het is allemaal bedoeld om je ego af te breken. Bla bla. Morgen begin ik gewoon weer met frisse moed. En bla bla. Maar vandaag was best wel een heftige dag toch daardoor. Het is gewoon heel hard werken. En zeker ook mentaal heel hard werken. Want je moet eerst een hele hoop rotzooi opruimen. Het is heel erg gericht op verlichting en je bewustzijn verhogen en dat soort dingen. En de asanas die helpen alleen maar, zeg maar, om langer te mediteren. Dus die houdingen, de asanas, dat is absoluut niet het allerbelangrijkste. Het komt ongeveer onderaan het prioriteitenlijstje. Oh, trouwens. Okay, ja, show me. I have show me. Ja? He is Debbie. Yes. Tiami is Debbie. Oké, okay, show me the basketball. We are basketball is this. We are now starting basketball. Oké. Okay. Oh, oh. Wow! Yeah! Oh! Yeah! Ze zijn zo schattig, hè? Weet je wat ik heb geleerd? 1. Wat echt een hele goede diepe ademhaling is. Ga ik je zo even voordoen. En 2. Hoe je nou echt rustig wordt van goed diep inademen. Oké, dit is een echte yogi ademhaling wat je doet. Oké, doe met me mee. Als je gewoon, misschien zit je nu op je werk of misschien heb je een stressvolle dag voor de boeg, whatever. Deze ga je altijd goed kunnen gebruiken. Wat je doet is, je ademt eerst in je buik. Vervolgens adem je nog meer in met je borst. En dan pas heb je echt een goede volle inademing te pakken. Om echt rustig te worden van je ademhaling, dit is de clue, adem je heel langzaam uit. Dat vergeten heel veel mensen. Dus oké, ik haal nu adem, hè. Mijn buik. Mijn borst. Dan zitten mijn longen nu helemaal vol met lucht. En ik praat nu ook een beetje, dus het komt er wel uit. En dan heel gecontroleerd uitademen. Dat is de clue. Want wat doen heel veel mensen? Halen heel diep adem om rustig te worden. En dan doen ze, maar dan ben je eigenlijk alleen maar aan het zuchten. En dat helpt niet echt. Oké, ik ga heel snel douchen en slapen. Want het is nu alweer veel te laat. Anders kom ik morgen allemaal mentaal niet aan. Scorpion aan het leren. Dankjewel voor het kijken. Vergeet je niet te abonneren en tot morgen!